Goedemiddag, dames en heren. Jullie hadden me misschien niet herkend, maar ik ben het, Karel. Nieuwe start, nieuw seizoen, nieuw kapsel. En vandaag is het Vandag op Waasland Beveren. We gaan eens een kijkje nemen. It's going to be amazing. Bounce. Hey! Kende mij nog? Ja. Serieus, herkende mij nog goed? Ja. Ik ga het niet laten doen, hè. Wat vinden jullie van mijn nieuwe kapsel? Ik heb mijn kapsel veranderd. Vind het goed? Het is wel in, ja. Ja? Je moet het spoelen, het is mals, hè. Ja. Dus ik heb het gefund van de morgen en zo. Ja, jaloers op te zijn. Serieus? Ja. Ik zal wel eens wat tips geven. Ja. Maar uw haar is ook heel mooi, hè. Alle twee. Ja. Veel plezier, hè. Ik ben hier echt extreem goed in, hè. Wat vind je van mijn nieuwe kapsel? Ja, het is wel chic. Chiquer, hè? Stijlvol, ja. Chic nieuw seizoen, dus ik dacht ik ga mee met het seizoen en ik zorg voor een nieuw kapsel. Ja, het is mooi. Ah, ik heb er succes mee, alle. Zijn ook naar de kapper geweest? Ja. Ik zie het haar ligt schoon, hè. Wat vind jij van het mijn? Ja, heel schoon, hè. Schoon, hè. Zoveel volk, zeg. Ah, zoveel volk. Wat vind je van mijn nieuw haar? Goed. Cool, hè. Ja. Ik heb mijn krullen er eens uit gedaan. Ja, het is mooi, hè. En wat gaan jullie nog allemaal doen vandaag op de Vandag? Spelen en ons goed amuseren. Dat zou wel zijn. Fantastisch. Je heeft er een lap op en ziet dat de wind, hè, jongens? Ja. Bravo! Die is wat naar mij. Ik heb douche. De mensen die mij hier nu zien, ik ben het, dus Karel. Mijn krullen zijn weg. Het is nu lang haar, maar ik ga nog altijd voor de sfeer zorgen. Hè. Ja, en ook weer met uitdagingen van het jaar? Inderdaad, we gaan van het jaar werken met vaste rubrieken, met uitdagingen. Ja, het gaat gewoon een jaar vol spektakel en amusement worden. Hè. Zeg, en donderdag is de eerste aflevering? Ja, dat klopt. Dus donderdag komt de eerste aflevering erop. En vanaf dan gaan wij wekelijks dus, een fantastische aflevering op internet zetten. Hè. Schitterend, dames en heren. Hij is gewoon ongelooflijk onmisbaar bij Waasland Beveren en ook bij WBTV, onze Karel! Dag iedereen en geniet van de spelersvoorstelling. Een applaus voor ons nummer 31, Vincenzo Verhoeven. Alles van de Warren. En Michael Klepkens! Ja! Amai. Wat vind jij van mijn haar, Dirk? Wat ik vind, als je zoveel centen uitgegeven hebt voor stijladvies, hadden mij de helft gegeven, dan ging ik er verder gekomen zijn. Daar twijfel ik geen seconde aan. Bedankt. Waarom moet ik hier tekenen, zeg het eens. Ja. Wacht, wilde jij mijn micro eens vasthouden? Terug even ze bitte. Dankjewel voor de micro. Alles goed? Ja. Wat vond je van de Vandag? Goed. Ben je blij met mijn handtekening? Ja. Oké, wat vind je van mijn haar? Mooi. Ah, ik heb nog echte fans gezien, hè. Dankjewel. Kende mij ondertussen al? Ik ken u al ondertussen, ja. Zo'n beetje zo. Een beetje, toch? Ja, ik ga een kleine test doen. Wat is mijn naam? Mijn naam is Karel. Perfect. Test 2. Stel dat ik een professioneel voetballer zou zijn, welke positie zou ik dan innemen? Ja, sowieso in de goal. Oh. Hij kent mij perfect. Ik heb nog een fan. Fantastisch. Wat vind je van de Vandag? Super, dat hier zoveel volk is, dat maakt je niet zoveel mee in tweede klas. En, ik ben echt blij dat zoveel volk hier komt opdagen en al die kinderen zijn zo blij om je te zien en zo. Echt fantastisch. Coole supporters, hè? Ja, echt cool. Ja. Sowieso. En uw hand nog niet te veel pijn van de handtekeningen te zetten? Nee. Ik doe dat met veel plezier. Oké, fantastisch. Goed, alleen nog veel succes en ik zou zeggen, fantastisch seizoen. Goed, mensen, mogen ze mij nog wel eens zien. Ze. Thank you.
Man. Het seizoen is nog maar net bezig en we zitten al met een pechvogel. We zullen hem eens een hart onder de riem gaan steken, hè. Ik ben op zoek naar Christophe Snelders. Mag ik hier eens voor de baan? Ja. Dag vriend. Allee, hoe kom je hier terecht? Alles goed? Ja, mij ook. Sowieso. Wij zijn er nu overal, hè. Ja, ongelooflijk. Wie mij vragen? Ik heb aan mijn goede bron ja, beloofd dat ik dat niet ging laten weten. Toch eens over nadenken, zo. Wie dat de spion is. We hebben iets bij voor u. Oh, my. Ja. Een beetje plaats maken. Ja. Oh. Tevens, die goede bron heeft ons verteld dat jij niet echt een alcoholman bent. Nee. Dus wij hebben bij voor u een pretpakket. Oeh, ja, my. Dus ik ga dat nu geven. En je moet alles er zo eens wat uithalen. Dat is een korte beschrijving. Ja. Oh my, hi. Zeg maar, kon ik wel dik worden, hè, jongen. Ik de... Ja, maar dan ga ik me al lopen, hè. Deze valt nog mee. Voilà. Hè? Aquarius, hè. Dus dat is voor dat je aan het revalideren zit. En je krijgt dorst. Ja, Aquarius, dat is goed voor de spieren dan en ja, zo. Sowieso, dat vind sowieso. Ik nog niet slecht. Ja, dat valt nog goed. Ja, dat is goed. Oh, dat is goed. Drufkers. Dat is goed. Ik lust de beide kleuren. Ja, te zeggen, we waren aan het twijfelen. Ja, maar dat is we goed. Pakken een mix. Ja, maar geen probleem. Goed, ik lust alle twee en voor mij is dat hetzelfde. Dat kunnen we nog kiezen, hè. Ja. Ja, dat is top. Voilà. Ja, bedankt. Merci. Ja. Maar dat vind ik iets minder. Ja, er is feest en dan moet er natuurlijk ook een beetje ontspanning zijn, hè. Ja, dus, ja, oké. Okay. Maar hier ga ik toch... Ja. Poepengatjes. Poepengatjes. Dat is toch altijd goed, of niet? Een beetje extra suikers, voordat je het echt even nodig hebt. Ja, zo. Dat is goed. Alleen dat proeft zo wat tussen de tanden, denk ik. Ja, dat is wel... Dan je erop zuigt niet, hè. Ah, dat je bijten, ja, sowieso. Dat is een truc, hè. Ik bijt die gewoon kapot. Ja, maar dat is inderdaad plakkerige tanden. Ja, dus je moet elke poepengatje opzuigen. Apart opzuigen, okay, ja. Dat is een truc. Ja, dat vind ik ook minder vriendelijk. Hoe komt het daarbij? Matte taartjes. Wel, ik zal eerlijk zeggen dat we erbij komen. We wouden eigenlijk een rijstaart kopen, maar die was er niet. Ah, dat is een matte taartje geworden. Geen probleem. Maar die moet ik al redelijk snel. Nee, maar dat moet eigenlijk, dat is ook een beetje een truc. Dus dat moet zo een extra stimulans zijn om nog eens wat extra kilometers te gaan lopen, want die moet eraf lopen. Hè. Ja, tuurlijk. Dus, want dan kan ik niks doen en met zo'n matte taartje dat is. Hè. Voilà, dan catch je er nog wat extra kilometers bij. Maar moet ik ze alle twee opeten? Of? Je mag delen ook als je wilt. Ah, ja, dat is goed. Ja. Dus het is niet verplicht voor alle twee te... Hij mag delen. Ja. Je moet dan alleen niet eens delen. Maar mannen, zeg, bedankt, hè, jongens. Oh, dan kun je er tegen, hè, man. Amai, dat is top. Ja, super. Ik zou elke keer zo'n verrassing krijgen, dat is wel... doet me vol plezier, echt waar. Ja, maar ja. Je zit natuurlijk wel met een blessure. Ja, maar dat is lief, jongens. Dat is lief, echt waar. Dat is top. Maar... We keep marching. Snel, vriend. Vertel nu eens eigenlijk de fase. Wat is er gebeurd? Een fase die eigenlijk gedaan was, want er wordt een bal tussendoor en ik loop daarop. En de scheidsrechter die fluit buitenspel. Dus de fase was eigenlijk gedaan. Maar na het fluitsignaal komt de tegenstander nog van achter mij. En die doet nog een tackle. En ik zie die zijn benen onder mij komen. En het volgende wat ik voelde was een crack. Dus ik wist direct dat niet goed zat. Is nu die crack gekomen door zijn contact of doordat ik dan mijn eigen mistrapt, ik weet het niet. Maar in ieder geval een tackle van achter mij in de crack in mijn enkel gebroken. Eigenlijk wel toch een vuile fase dan toch wel? Of niet? Ja, eigenlijk wel. Een fase die ook eigenlijk niet meer nodig was, want er was toch al voor buitenspel gefloten. Dus ik had dat ook niet meer verwacht dat die jongen ging tackelen. Dus het was eigenlijk helemaal niet nodig. En het spijtige is dat je die jongens hier aankomt, dan kun je nog ontwijken. Maar die keel komt dan van achter mij en ja, dat gebeurt allemaal zo snel. Het is eigenlijk heel stom, voor niks nodig. Hè. En dan zit je daar en dan word je geopereerd. Wat hebben ze juist gedaan?
Ze hebben op de plaats van de breuk, in mijn enkel, hebben ze een plaat gestoken. Die plaat die zorgt ervoor dat de breuk dat die goed vast zit en dat die zo snel of zo snel mogelijk kan herstellen. Christophe Stelmeers! En dames en heren, doe het maar! Ja, stop er eerst en hij zegt, ik wil bij mijn mensen zijn. Ik wil bij mijn mensen zijn. Nelly, je zit toch eigenlijk wel aan een clubman, hè? Je wordt geopereerd en de dag daarna is het vandaag en je staat daar al. Ja, ik vond dat ik er eigenlijk wat moest zijn, indien het kon natuurlijk. Want ik moet eerlijk zijn met mijn eigen, het niet gaan, dan ga ik het niet. Maar die dag daarna voelde ik me eigenlijk vrij goed en met pijnstillers was het te doen. En dan zei ik van ja, kom voor eventjes daar op het podium te staan met krukken en in mijn rolstoel te zitten, dat gaat zeker geen probleem zijn, ik voelde dat. De dokter zei dat het niet aan te raden was, maar ik ben dan toch gegaan eigenlijk. Omdat ik vond eigenlijk dat ik er moest zijn. Het heeft me veel te veel zeer voor te weten dat het vandaag is en dat ik daar dan niet aanwezig kon zijn. Dus dan ben ik daar toch gegaan, maar ik ben dan na een uurtje of zo ben ik dan terug vertrokken natuurlijk. Dus ik heb de match niet meer gezien, maar ik ben wel blij dat ik geweest ben. Nu krijg je veel positieve reacties van de fans en zijn er veel mensen die hun hart onder de riem steken? Absoluut, ja, heel veel mensen. Dat doet er wel plezier natuurlijk, hè, want het is mentaal wat moeilijk en dat er dan veel mensen ermee begaan zijn, dan doet dat heel veel plezier. Dus nee, ik moet zeggen, het heeft me heel veel plezier gedaan en daarmee dat ik ook blij was dat ik op de fandag was, want ik ging met een goed gevoel naar huis. Mm-hmm. Dus ja, dat was echt wel fijn om dat allemaal te horen en zo. Dus nee, dat is echt... In barre tijden is dat echt heel goed nieuws. Nou, die steunbetuigingen, ik kan me voorstellen dat ook wel misschien naar de toekomst, hè, de revalidatie zelf, dat dat goed gaat doen. Wat denk je, gaat de even sterk kunnen terugkomen? Ja, ik hoop natuurlijk nog sterker, hè, want ik kan er alles aan doen voor in die maanden dat ik revalideer, voor te zien dat ik zeker niet over mijn grens ga, maar dat ik toch goed mij zal verzorgen en zien dat ik zo snel mogelijk terug in orde ben. En dat gaat zijn, ja, veel lopen, veel krachtoefeningen doen. Maar nee, ik zie er naar uit en ik probeer echt sterker terug te komen. Dat is de bedoeling. Wel, ik wil je daarmee helpen, man. Dus als je aan het revalideren zit en je gaat lopen en je gaat krachttrainen, en zeker krachttrainen, want ik ben wel een krachtmens. Ja, je ziet dat. Dus dan laat het mij weten en ik kom als steun. Ja, dat je een schouder nodig hebt om op uit te huilen. Serieus? Hij is hier vooraan. Oh, een schouder. Ja, merci. Ja. Als vriend zijnde, wat vind jij van mijn naam? Ik vind het gewoon. Dank u wel. Voilà, ik ben nu onderweg naar huis. Ik ga van de gelegenheid gebruik maken om toch een beetje reclame te maken voor een nieuwe supportersclub van Waasland Beveren. Supportersclub De Groene. Ze organiseren tal van activiteiten. Ze gaan op verplaatsing mee met de bus. Kortom, een must voor iedere Waasland-Bever supporter. Ze hebben reeds al wat leden, maar er kunnen nog altijd bij. Dus je kan u gratis inschrijven op de volgende website. Ik zou zeggen, massaal doen.